Welkom bij u in de wijk Leidsche Rijn en fijn dat u kijkt naar uw stad. Wat hebben we in de uitzending? Wat hebben voetafdrukken te maken met Utrecht 900? Els zoekt het uit. Annemieke bezoekt de voorstelling Zin van Nut. Vervolgens laten we een item uit de oude doos zien. Heel veel kijkplezier! Ik heb heel veel voetstapjes liggen in Leidsche Rijn. Als verslaggeefster van U in de Wijk heb ik ook mijn footprint achtergelaten. En nu ga ik een voetafdruk achterlaten voor het kunstwerk De Verbindingsboom. Jouw zoon is net afgedrukt. Waarom doen jullie dit? Nou, omdat wij zijn roots nu in een Leidsche Rijn centrum hebben. Dus vinden we het heel erg leuk om met z'n drietjes een voetafdruk te hebben en vereeuwigd te zijn hier. Ja, want jullie gaan alle drie? Ja, alle drie naast elkaar en hij komt in het midden. We staan hier op de locatie De Vrijstaat, maar eigenlijk komt dit kunstwerk natuurlijk om een boom te liggen. Dat is het idee van de verbindingsboom in een cirkelvorm. En die voetstappen die komen dus elk jaar komt er een ring bij te liggen, zoals de boom ook elk jaar een ring groeit. Dus je gaat ieder jaar een nieuwe ring maken? Dit jaar en volgend jaar doe ik het inderdaad. En dan is het de bedoeling dat leuke initiatieven zoals De Vrijstaat of andere plekken in de buurt het overnemen. En zo'n dag als dit vandaag ook initiëren. Ja, en dan kan het 5 jaar doorgroeien. Oké, en waar komt deze boom? Want de boom komt niet hier, heb ik begrepen. Klopt, de boom staat al bij de Jan Wolkertsingel. Dus tussen de twee bruggen in en dan bij dat vlondertje. Aan de waterkant. En dat is waarom we hem hier vandaag dus niet op die locatie gieten. Omdat hij de boom staat op een schuine helling. Dus als we het beton dan in de grond meteen zouden gieten, dan zou het eruit lopen. Daarom doen we het hier. En dan leggen we de tegels komende weken leggen we de tegels erin. De tegels worden over 1 of 2 weken daar geplaatst. Er komt op 1 plek een titelsteen met de naam van het kunstwerk, de verbindingsboom en de naam van de kunstenaar Annabel. En dan kun je jouw steen terugvinden door, ik geef je net een kaartje met welk nummer jouw voetafdruk is. En dan kun je met de klok meetellen en dan vind je daar jouw afdruk terug. Waarom wordt dit nu eigenlijk gedaan? Nou, in het teken van 900 jaar Utrecht zijn deze bomen aangeplant en was de gemeente op zoek ook naar een ontmoetingskunstwerk. En ik denk dat dat heel goed samenviel met mijn ontwerp. Oké, dankjewel. Yes. Nou, ik ben benieuwd, want ik mag ook zo. Ja, ik ben ook heel benieuwd naar uw voetafdruk. We gaan hem heel rustig erin laten zakken. Het is heel rustig, we hebben alle tijd. Okay. Niet te veel gewicht. Hoe voelt het? Lekker, ja, het voelt aangenaam. Het is best heel leuk. Ik ben ook heel erg benieuwd. Deze voet is geopereerd geweest toen ik in Leidsche Rijn woonde. Dus dat vind ik eigenlijk wel grappig dat ik dus speciaal nu deze voet ook ga. Zeker bijzonder. Afdrukken. Nou, zullen we eens kijken wat het geworden is? Rustig omhoog halen. Wie ben je? Waar ga je naartoe? Hoe moet je leven? Wat is goed? Wat is fout? Ja, wie weet het? Verschillende verhalen worden hier verteld tijdens deze voorstelling over zingeving. Verschillende religies en stromingen. Weten zij het antwoord? Je draait en ik weet het is niet simpel. Tussen kwaad en tussen goed. Maar draag je lichaam als een kop. Heb je er zin in? Ik heb er altijd zin in. Ja, ja. Tweede van. Een raar gesprek is het eigenlijk, hè? Ja. Het is ook een rare titel van een theaterstuk, vind je niet?
Ja, weet ik niet. Ik vind hem wel treffend. Wel dubbelzinnig, hè? Of we er zin in hebben en dat het alleen maar over zingeving gaat. Vind ik wel, ja. Ja, hoe heb je dit verhaal beleefd? Of wat waren het? Heel veel verschillende verhalen eigenlijk, hè? Ja, klopt. Heel veel verschillende verhalen over religie en spiritualiteit. En ik voel me heel geïnspireerd ook om meer creatief meer te creëren, om meer op te schrijven, om meer rust te nemen. Ja. Was er een bepaald verhaal wat je het meeste aansprak? Eerlijk gezegd, er was één zo'n oefening waarbij je moest voorstellen dat je een ui was en dat je allemaal laagjes afdeed. En dat vond ik echt het mooiste van alles. Omdat dat voelde als rust. Die kan ik wel gebruiken. Ja, dat vond ik ook een hele mooie. Dus dat je gewoon eigenlijk alles af kan pellen en dat er gewoon toch nog wat overblijft. Tenminste, bij mij. Bij mij ook, maar ik moest er wel echt zo over nadenken. Als ik bijvoorbeeld werk wegvalt, ja, hoe stel ik me dan voor? Wie ben ik dan? Dus dat vond ik een hele leuke denkoefening. Daar neem ik mee naar huis. Meneer. Staan we hier bewust of is dat toevallig? Ja, we staan ook een beetje verstopt in het hoekje. Hè? Ja. Maar ik kon me wel heel erg vinden in zijn verhaal. Ja. Wat was dat precies? Dat niemand jou kan vertellen wat het geheim is voor een goed leven. En dat je dat zelf moet voelen. En heb jij dan een goed leven? Goed genoeg, ja. Ja. Okay. Ja. En doe je daar nog ook iets voor dat je denkt van, dan ga ik dat doen en dan komt het wel goed? Nou, ik probeer af en toe te voelen. En dat verder... zei die ook, hè? Van je moet veel voelen. Je moet veel voelen, ja. Dus uit het hoofd en meer naar het lichaam. Dat vergeet ik zelf ook nog wel eens, maar het is wel wijze raad. Wat hadden jullie wel eens gehoord van de heksen? Ja hoor. Dat ben ik in de naaptiefoto, dus het ging over mij. Dus. Want noem je jezelf dan ook heks? Ik noem mezelf wel heks, ja. Maar dat is dan zomaar opeens gebeurd, dat je zegt, nu ga ik mezelf een heks noemen. Ja, dat is gewoon... Of was dat al op de kleuterschool? Dat was door zeg maar de boeken en de ervaringen, alles wat je leest, wat je meemaakt, ceremonies... Waar je heen gaat, spirituele beurzen, ja, dat is zo'n traject. Dat kan ik niet zo even 1, 2, 3 benoemen. Zeg maar, waar kun je in geloven? Geef me nou vast. En toen hoorde ik dat Maria dit organiseert. Sommige mensen sparen postzegels, maar je hebt ook mensen die sparen. Brommers, auto's. Ik ben toch wel heel benieuwd wat het verhaal daarachter is. Waar komt jouw passie voor oude auto's, brommers vandaan? Nou, dat zal ik even uitleggen hoe dat met die kat erin gekomen, die Volvo. Mijn vader had vroeger een kruidenierswinkel op Vleuten. En dan zoens en smiddags kwam er altijd een hoofdvertegenwoordiger. En vroeger reed een advocaat, een dokter reed met zo'n auto. Want het was gewoon te duur voor een Opel kostte een stuk minder of een Volkswagen. Dus die man die kwam en dan zei ik altijd, wanneer mag ik nou eens even een rondje meerijden? Ik was een jaar of 8, 9. Ja jongen, hij weet hoe dat gaat. Snotneus. En op een gegeven moment, nou, rijd dan maar even een rondje mee. En dat was een rode 5-4, 59. Dus een rondje rond de kerk op Vleuten en weer terug. Hij zegt, als ik 18 ben, koop ik zo'n auto.
Dus ik heb er inmiddels 10 van die katten gehad. Jij hebt die interesse, maar ik begreep dat jouw vrouw ook wel de interesse had voor dit soort... Ja, die was ook liefhebber. Ik had die blauwe auto net klaar. Ik had er amper zelf mee gereden. En toen moest ze mijn dochter wegbrengen. En ik had de Peugeot mee, dus ik was niet op tijd terug. Toen kwam ik thuis en toen was ze met de Volvo weg. Dan ga jij ze opknappen. En dat viel allemaal tegen. Hij me uit elkaar gaat halen. Maar ja, als je A zegt, moet je ook B zeggen. Want een auto die uit elkaar ligt, krijg je niks voor. Nee, maar haal je ze helemaal uit elkaar tot ieder schroefje toe? Ja, alles. Motor gereviseerd, versnellingsbak, voortrein. Want deze had trommelremmen. En die heb ik omgebouwd naar schijfremmen en een rembekrachtiger erop. Dan remt hij beter, want dit is natuurlijk techniek uit de jaren 60. Wat is het verhaal achter deze Chrysler? Toen deze auto gemaakt werd in 56 uitkwam en die is in 57 op de markt gekomen. En die heette Amazone. Maar de Chryslerfabriek in Duitsland had een bromfiets in 56. Die heette al Amazone. Chrysler Amazone. Dus op de Volvo's is nooit het bordje Amazone gekomen, want dat mocht niet. Ze hebben een rechtszaak aangespannen, Chrysler. Dus hun hadden die naam en ja, dat bleef zo. Dit is de voorloper van de I-tank. Van die grijze daar. Naar deze is die gekomen. Want het frame is eigenlijk hetzelfde. Alleen de opbouw is wat anders, lichter. Volgens mij zijn het 3 versnellingsbakken. Nee, een 3 versnellingsbak. 3 gangen. En handgeschakeld. Dus, maar ik heb die brommers omgebouwd naar een 5-bak met voetschakeling en met een super voorvork. Want deze brommers reden in Duitsland als lichte motorfiets, 50 cc. Die reden 75, 80 kilometer. Mooi hoor. Hoe kom je aan al die wijsheid? Ja, dat groeit erin, hè. Daar sta je mee op en dan ga je mee naar bed als je een probleem hebt. Dus. En dan, jij kan ieder probleem wel oplossen. En anders heb ik wel connecties. Dat wilde ik aan Piet vragen, want jij deed net alle auto's naar buiten rijden, de brommers. Volgens mij ben jij wel, ja, toch wel heel handig om hem te helpen. Even knieën. Als je een probleem hebt en je kent het moeilijk zelf. Er zijn ook wel eens dingen die kun je dus niet alleen nog oplossen. Nou, dan belt hij eventjes. Kom je even helpen. Want hoe lang kennen jullie elkaar? 50 jaar. En ook al 50 jaar in de brommers en de auto's? Nou, niet zo erg. Brommers helemaal niet. Maar auto's wel, ja. En waar komt jouw passie vandaan? Mijn eerste auto, dat was zo'n oude Citroën. En dat reed zo verschrikkelijk fijn. En ja, dan op een gegeven moment is die op en dan ga je een andere zoeken. En dan ga je ook weer aan het opknappen en... dat het weer fijn rijdt. De uitzending zit er alweer op. Ik hoop dat u heeft genoten. Wilt u de filmpjes nog een keer terugkijken? Dat kan op ons YouTube-kanaal of op onze website. U kunt ons natuurlijk ook volgen op social media. Bedankt voor het kijken. Tot volgende keer. Hey!